Yo kijkers van Shadowgames 23, ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe vlog. En ja, dit is vlog nummer 2 en vandaag ga ik het met jullie hebben over waarom ik een hele tijd ben weg geweest. Waarom er geen video's online waren. En ja, ik ga het ook een beetje met jullie over hebben wat voor series en games we nou gaan doen. Ik kan jullie nog niet een helemaal grote index geven van wat voor games we gaan spelen. Maar ik kan jullie wel vertellen wat ik wil doen. Dus ja, ik zeg niet meteen dat we dit allemaal meteen gaan doen. Maar wat ik gewoon wil doen op Shadowgames 23 en wat we ook in de toekomst gaan doen. Maar goed, als allereerste, dit is mijn microfoon. Die hebben jullie nog niet gezien op video. Misschien volgen jullie me wel op Twitter. Daar heb ik al een foto ervan gepost. Een maand geleden volgens mij, want ik heb die microfoon en zo. Nou, een maand denk ik. Ik weet het niet. Maar, geen maand, joh. Half een maand, 2 weken denk ik. Nou, weet ik veel. Maar in ieder geval, dus ja, als je mij volgt op Twitter, jongens, dan zie je al dit soort dingen een stuk eerder dan dat ze op YouTube komen. Dat is zeg maar het hele voordeel van mijn Twitter. En jullie zien ook allemaal leuke real-life foto's en zo, bijvoorbeeld als ik ergens ben of zo. Dus ja, het is echt geweldig, joh, Twitter. Maak gewoon een Twitter-accountje aan, volg mij gewoon. En het is gewoon überhaupt gewoon leuk Twitter, want wel, ik tweet niet zo heel veel, maar als ik tweet, tweet ik altijd met foto's. Ik vind foto's op Twitter vind ik altijd het leukst. Dus maar goed, dit is mijn microfoon, de Blue Yeti. Het is niet de Pro, dat zei ik al. Maar hij doet het gewoon goed. Het is een goede geluid. Heeft goed geluid. Dus ik ben hartstikke blij mee. Je ziet wel dat lampje daar branden. Dat betekent dat hij het doet. En dit is het popfilter dus. Best wel chill. Het kan soms wel bewegen, maar oké. Maar dit is de standaard. En de standaard is best wel chill, want als je er geen gewicht aan hebt hangen, dan kun je praktisch niet bewegen. Maar met gewicht is hij dus wel goed en zo, dan kun je hem wel goed bewegen. En hij is ook wel redelijk stevig. Hij valt niet zomaar tijdens als je aan het commentator bent, gewoon boem naar beneden op het toetsenbord. Dus bij de way over het toetsenbord gaan we zo meteen nog hebben. Goed, dan als tweede. Dit is mijn nieuwe headset. Dus het is de Razer Kraken Pro. Het is zo'n episch ding. Oh mijn god. Echt, ik ben er zo blij mee. En ja, de reden dat ik voor de Kraken heb gekozen en niet voor de Megalodon of de Timet of zo, is omdat ik heb ook een headset nodig voor mijn telefoon en MP4. Dus en met deze aansluiting hier, kijk, kan die op de mobiel of MP4. En dan heb je gewoon dit kabeltje, zodat je op de computer kan. Dus ja, met de... ik pak hem er even bij. Poepscheet, even kijken, zo ja. Die met het groene is voor de audio en de rode is voor de mic. Dus ja, er zit ook een mic op, jawel. Kijk, ik zal hem even laten zien, super grappig. Kijk, hier vind ik Razer zo leuk, want hij heeft altijd van die leuke random rotzooi in de headsets en toetsenborden zitten. Kijk, zit een microfoontje aan, dus ja. En ik ga by the way ook volgens mij over een paar... twee weken volgens mij ga ik op mijn vakantie. Ik weet niet of dat 2 weken is, maar in ieder geval, ik laat er nog wel even jullie weten wanneer, ik weet echt wanneer ik op vakantie ga. Maar ja, dan ga ik dus op vakantie, dan komen er geen video's uit voor een paar dagen, een week volgens mij. Ik weet niet hoe lang ik weg ben, daar komt nog wel een bepaalde achteraf commentary over. Maar dan wil ik even meedelen aan jullie, want sommige mensen kijken niet mijn achteraf commentaries. De meeste wel natuurlijk, want er zijn echt gewoon superleuke Call of Duty gameplays die ik laat zien. Dus ik ben niet de beste Call of Duty speler. Maar ik vind mijn gameplay redelijk goed. Oh ja, by the way, ik heb ook een gold peacekeeper. Ik ben zo blij. Ik heb een gouden peacekeeper. Ik ga binnenkort nog wel even een live commentary posten. Daar gaan we het by the way ook nog over hebben. Mijn god, 1 miljoen onderwerpen om te bespreken vandaag. Maar goed, dit is de mic dus. Echt chill ding. Maar goed, de reden dat ik dit headset heb gekocht is omdat mijn oude headset, die hier ligt, hij is niet kapot. Hij doet het een goed geluid. Is perfect, daar niet van. Maar en de mic is ook goed. Alleen, ik... ik vind het niet zo fijn zitten, omdat ik redelijk lang ben. Ik ben 1,85 meter, 86 of zo. En hij heeft redelijk kleine earmuffs en zo. Hij zit bij mij niet heel fijn, maar een vriend van mij is wat klein. En de medie vond hem heerlijk zitten. Dus dit ding is ook weer geschikt voor wat grotere hoofden en zo. Dus ja, ik ben gewoon überhaupt niet zo fan van deur op. Het geluid is echt goed, echt gewoon goed. Dus deze verkoop ik by the way op een marktplaats. Er staat wel even een link naar mijn marktplaats hieronder in de beschrijving. Ik zet hem ook nog wel even op mijn kanaal, denk ik. Moet ik even kijken. Maar ja, doe er gewoon een pot over. We gaan het allemaal niet meer via YouTube doen. Hetzelfde geldt voor de Lego by the way, jongens. De Lego die op marktplaats dan staat, is op dan met te koop. We gaan het niet meer via YouTube doen. Niet meer via Dorotmovies. Maar gewoon via marktplaats. Dus als er iets nieuws op staat, bijvoorbeeld Lego of zo, dan meld ik dat wel even op Dorotmovies of op Shadow Games. Maar goed, dus deze staat op marktplaats binnenkort. Ik moet nog even kijken. Deze week ga ik proberen allemaal er sowieso op te zetten. Goed, dan hebben we hier... Oh mijn god, de nostalgie. Moet je kijken, hè. Ik heb hier een Nintendo DSi. Oeh, jongens. Kijk eens even. Oeh, echt zo oud. De laatste keer dat ik dit ding heb gebruikt was in de zomervakantie. Oh mijn god, bijna een jaar geleden doen. Ik heb hem verder niet meer aangeraakt. Ik heb hem zelfs op de zomervakantie niet aangeraakt. Ja, wel in de auto volgens mij. Maar ja, ik heb een
een kaartje erin zitten en de spelletjes die ik heb, die zitten daar allemaal op. Maar ik heb ook nog wel Pokémon Black en Pokémon Platinum. Het lijkt me echt super gaaf om een keer een Pokémon playthrough te doen op Shadow Games 23 voor Pokémon en Platinum. Want dat is echt gewoon mijn favoriete game. Daarom heb ik er ook een hoesje van. Dit is echt een fancy hoesje, jong. Kijk, Bium en Giratina. En ik ben echt een enorme Pokémon fan geweest vroeger, jongens. Oh mijn god, allemaal van die poppetjes en kaarten en oh gosh. Maar ja, ik moet nog even kijken ook daar... ja, mijn kaartje kon, moet ik even kijken. Mijn hopen harde PVR en Xbox zit echt serieus onder het stof. En gewoon niet normaal, ik heb ze al een tijdje meer gebruikt. Maar goed, de headset staat dus te koop. En boom, jee, nog een headset. Oh mijn god, Ronald, waarom heb je 2 headsets gekocht? Wel, ik had deze in eerste instantie gekocht. Die was voor de computer en PC. Ik dacht nou lekker handig. Want omdat ik uiteindelijk een nieuwe monitor ga kopen, waar we het zo nog over gaan hebben. Want wel, deze tv is een LCD en die heeft niet zo'n supergoed contrast als LED. Dus ja, is goed. Ik gebruik hem voorlopig nog even, maar ik ga uiteindelijk een monitor tv kopen. Ik vertel jullie later nog wel welke het wordt. Maar ja, even een kleine verrassing. Maar ja, die komt dus daar te staan en de Xbox en zo blijft die wel staan. Maar wat ik ga doen is, zoals de vrienden komen bijvoorbeeld, want er komen redelijk wel vaak mensen hier die willen met mijn Call of Duty spelen. Dat is een beetje te klein om dat op zo'n 24 inch monitor te doen. Dus wat ik ga doen is, dan haal ik de HDMI kabel uit de Switch. Het is allemaal technisch, jongens. Jullie hoeft het allemaal niet te weten. Als jullie willen weten, dan moet het even achtergelaten worden in de comments, zodat ik er een video over kan maken. En ja, ik weet nou dat het een enorme lange video wordt. Misschien doe ik het wel in 2 parts. Ja, denk het wel. Maar ja, in principe, nou, ik leg het wel gewoon uit. Je hebt een Switch zo. En in een Switch, een HDMI Switch, heb je meerdere inputs, maar 1 output. Dus wat het in principe is, is er gaan in de... ja, in de, ik moet even nadenken wat het wordt. Maar goed, in de input gaat dus de HDMI-kabel die uit mijn toren, mijn PC-toren, komt er zoveel namen voor dat ding, PC-toren, weet ik veel. Maar goed, uit mijn PC dus komt een HDMI-kabel die gaat in de eerste input van de Switch. Dan komt er een HDMI-kabel uit de Hauper HDPVR, die nou in principe naar de tv zal gaan. Gaat er ook en dan komt er uit de output een HDMI-kabel die naar mijn monitor loopt. En ja, de reden dat ik een nieuwe monitor koop en niet deze hou, is deze niet zo supergoed. Het is maar een goedkoop klein rotmonitortje, zeg maar. Dus ja, die gaat dan daar naartoe en dan gaat deze denk ik weg. Moet ik even kijken, maar ik denk het wel. En ja, of ik moet 3 monitoren doen, maar dat lijkt me een beetje te open. Maar dan heb ik ook 4 verschillende monitoren, want die ene is ook ja, wit en zo. Het is echt fucking chill ding, jongens. Samsung en alles. Dus ja, superleuk ding. €300 kost het volgens mij. Ik laat wel even een link hierachter onder in de beschrijving, uiteraard, jongens. Ik doe het wel even. Ik laat hem niet zien, want dan moet ik het opzoeken en daar heb ik gewoon geen tijd en zin voor. Dus ja, maar goed, let's do this. Let's go on. Dus ja, en als ik dan eens op de televisie wil, dan trek ik de HDMI-kabel van de PVR uit de Switch en stop ik hem gewoon in de televisie. Het is niet echt een big deal, want kijk, dat is de kabel daar zo, die. Dus ja, maar goed, even terug naar de headset-kwestie waar we uiteindelijk mee begonnen zijn. Maar ja, ik heb dus eerst het headset gekocht, want wel, deze kabel is ervoor om... ja, in de componentaansluiting die zit er boven de HDMI. Even kijken, snijp. Ik weet niet of jullie hem kunnen zien, maar boven die HDMI, ja daar. Dat is de aansluiting van component. Dus ja, of je hebt een Xbox met component of met een van HDMI. Ik heb er dus in met HDMI. En omdat ik dus ook met HDMI werk, met mijn thingamajig, PVR daar, kan ik niet met component werken. En daarvoor heeft Razer dit speciale aansluiting gemaakt. Staat het logo van Razer ook op. En ja, die heb ik daar dus op aangesloten, zodat ik hem straks ook kan gebruiken. Maar ja, dat was ook een reden waarom ik een nieuwe headset nodig had, behalve dan mijn Turtle Beach. Dus ja, deze heb ik gekocht. Maar raad eens, ik heb enorm veel ruis als ik hem op de tv, of de, op de televisie, op de Xbox aansluit. Super vervelend. Maar ja, ik kan er gewoon echt niet tegen. En ja, het is echt heel harde ruis. Dus ja, fancy LED verlichting zit er ook op, by the way. Dus een super fijn headset. Dus dit is echt geschikt voor grote oren. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Kan ik lekker lang op de Xbox. Maar ja, en in plaats van dat ik hem terug heb gestuurd, heb ik gezegd, weet je wat, dat geswitcht ben ik ook helemaal zat tussen het ene headset en het andere headset. Of nou, tussen de ene console en de andere, ja, PC moet ik eigenlijk zeggen. Dus heb ik gewoon deze gekocht voor €80, let's do this, gewoon huppakee, zo van, geef me dat headset even hun, ik heb geld zat, dus ja. Maar, ja, die heb ik dus erbij gekocht, dan heb ik 2 Razer headsets. Ik ga hier, denk ik, nog een houdertje daarvoor maken, moet ik even kijken. Maar ja, super chill headset dus. En ik sluit mijn Turtle Beach, altijd hierop aan, de audio headset en de USB aansluiting. Maar dan zul je vast zeggen, Ronald, als je toch een monitor tv gaat kopen, waarom sluit je de Turtle Beach daar niet op aan? Wel, hij zit dus niet lekker. En ik heb geen zin om al die kabeltjes hierachter te doen. Oeh, dat wordt zo lelijk en zo vervelend. Dus ja, ik moet nog... Ja, ik heb al wat belangstelling voor mijn headset en voor mijn Blue Snobble die daaronder bij de way staat. Mijn Blue Snobble staat op Marktplaats, jongens. Staat het link hieronder in de beschrijving. Dus
Ja, dan moet je gewoon even het bod doen, jongens. Het bod staat al boven 50 euro. Dus ja, maar kijk maar gewoon even. En ja, dus dat. En oh ja, mijn afbetaling dus. Als ik die twee dingen heb verkocht, wat wel redelijk snel zou gaan, moet ik nog 200 euro, ja, een kleine 200 euro eigenlijk, voor mijn PC afbetalen. Dan moet ik nog 300 euro voor die nieuwe monitor dus. Die is 350 of zo. Dan moet ik nog headset afbetalen. En nog een headset afbetalen, want je gaat die dingen dus ASAP nodig. En want dit zat gewoon echt niet meer, ja. Mijn oren vielen er bijna af. En ik moet nog een nieuw toetsenbord kopen, want dit ding is gewoon, het typt zo zwaar, man. Oh, verschrikkelijk. Dus ja, daarvoor had ik dit schatje hier. Dus ja, de Razer Black Widow Elite. Niet de Ultimate. Nou, het is wel de Ultimate, maar het is de niet Extreme. What the fuck, wat is dit voor ding? Dat is dan de doos. Oh ja, komt die, man. Mijn god, die kabels moet je kijken, jongens. Oh, verschrikkelijk. Het is de Expert. En ik moet eigenlijk de Elite hebben, want die is met licht en zo. Dus ja, het is wel de Ultimate, maar je hebt dus verschillende edities. En ja, alleen dit ding hier ligt op. Maar verder, bij de Elite ligt dus alles op en zo. En dat ding zit echt onder de stof, jongens. En dit is de 2013 DDC. Ik heb hem voor 100 gekocht bij de Mediamarkt. Maar ik ga hem weer terug doen, want het is mechanical. En ik had er zo'n video van over geüpload. Dat ding maakt echt zoveel geluid. Maar hij typt wel heel erg lekker. Dus ja, ik vind het wel jammer. Maar ik doe het voor jullie, jongens. Dus alsjeblieft, jullie mogen wel heel veel subscriben en heel veel likes en comments achterlaten en heel veel meer video's kijken. Maar ja, het is een super chill toetsenbord, alleen dat maakt ook te veel herrie. En ja, ik heb nou dus voor een ander toetsenbord gekozen. Een Rocket, dus ja, ik weet niet precies wat voor specificatie die allemaal heeft. Het heeft wel allemaal licht en zo, die Rocket is wel cool. Maar ja, die ga ik dus, ik denk vandaag of morgen, denk ik, bij de Mediamarkt halen. Moet ik even kijken. Maar goed, deze breng ik dus terug. Ik mocht hem uitproberen. Dus ja, en dit is ook wel vervelend. Want je krijgt allemaal van dat zweet erop en zo. Dus ja, best vervelend. Maar goed, chill toetsenbord. Desalniettemin, ik heb hem dus gekocht. Puur om het feit. Ik moest al een toetsenbord, want ik dacht dat die kapot was. En vervolgens heeft Gizmo erop zitten kouwen op die USB-aansluiting. Dus kon ik die weer helemaal modify met een fucking schroeven draaien. Echt, het is echt gewoon slecht hier. Maar ja, ik ga dus een nieuwe kopen, maar even een herinnering aan mijn Black Widow. Ik ga nog wel even een fotootje van maken op Twitter posten, zodat ik aan heb gezegd van, nee, zodat ik kan hebben gezegd, nee, ik kan gezegd hebben, dan kan ik zeggen dat ik een Razer Black Widow heb gehad. Goed zo, Ronald, even een ABN gaan praten, maar ja, abnormaal Nederlands, dat zeg ik altijd, maar ja, ik vind het wel jammer, want wel, ik heb dus veel Razer rotzooi, muis en zo, maar goed. Deze was groen en die Rocket is blauw. Die Rocket is echt wel chill, hoor. Rocket is best een goed merk. Ik zat ook te twijfelen, zal ik een Rocket muis nemen of een Razer, maar het is dus de Death Adder. Of dat is de Dood Adder, zo noem ik hem, de Dood Adder geworden. Dus ja. Maar goed, ik ga nog even over iets anders hebben, want de video is dus toch niet zo heel lang. Ik heb er wel over redelijk veel dingen gepraat. Ik moet nog over die stomme spelletjes gaan praten of zo niet. Dat doen we dan in het volgende ding. Dit bestaat uit twee parts. Maar goed, dus ik ga het nou even over hebben over mijn samenwerking met twee YouTube kanalen. Dan ga ik er even bij zitten als jullie het niet erg vinden. Ik zal wel even naar hun YouTube page gaan. Sure, why not? Ik ben er nu toch. Maar ja, ik werk nu samen met Dit is een Gaming kanaal. En Fumbling TV heet die kerel volgens mij. Kijk, ik zal eerst even naar Dit is een gaming kanaal gaan. Zo. Hups. Ja, dit is dus, dit is een gaming kanaal. Ho. Ja, yo mensen, zo even mond dicht. Maar ja, hier werk ik dus ook mee samen. En we maken samen wel wat video's. Willen we in ieder geval gaan doen. Zijn server was gegriefd laatst, dus ze moesten helemaal repareren en zo. Dus ja, dat is wel grappig. Maar ja, die hebben we dus samen weer gerepareerd, samen met die Fumbling, daar ga ik zo meteen nog heen. Maar ja, ik zou het echt enorm waarderen als jullie even naar zijn kanaal gaan, even zeggen dat ik je heb gestuurd en dan even te subscriben. Als je video's leuk vindt, want anders krijgt hij in dan krijgt hij onactieve subs, ja, en dat wil natuurlijk niemand, wil ik ook niet. Dus ja, alleen subscriben als je ook echt mee gaat volgen en zo. Dus wel, hij heeft ook redelijk veel views en zo. Dus hij is ook wel aardig en zo. Shadow Games 23 loopt niet zo heel goed op het moment. Zijn kanaal loopt echt gewoon als een beest. Maar ja, ik heb wel veel hulp van hem. Dus ja, het wordt uiteindelijk wel, wel groot. Shadow Games 23 en zo. Want je hebt wel de Dit is een Gaming kanaal. Dat is eigenlijk de DDG community. En dat is dit, zeg maar, van de kanalen daaronder. Dus Shadow Games 23 en Dit is een Gaming kanaal. Zeg maar de kanalen onder de 1000 subs. Dus ja, die gaan we proberen om bij deze community te halen en zo. Maar goed, ik zal even naar Fumbling TV gaan. Staat dat hier ook bij?
heeft by the way ook Twitter, dus volg hem even op Twitter. Dus ja, er staat een link naar zijn kanaal hieronder in de beschrijving, by the way. Dus ja, ik zal nog even naar zijn ding gaan. Of naar Fumbling TV. Ja, je Fumbling TV. Zo, dit is Fumbling TV. Ja, Fumbling TV. Oh, jij moet ook even je mond houden. Hij heeft al 540 subs. Dus ja, even leuk achtergrond met die poppetjes daar en zo. Dat is wel cool. Maar goed, dus subscribe ook even naar hem. En zeg ook maar even dat ik je heb gestuurd. Dus ja, subscribe natuurlijk ook even naar mij. Dat zou ik heel erg fijn vinden. Maar ja, je moet ook allemaal leuke video's en zo op doneren. Oh mijn god, nee toch. Gaat hij nog gaan. Misschien moet ik het ook maar gaan doen. Willen jullie geld aan mij geven? Jongens, laat even achter in de comments. Willen jullie geld aan mij geven? Het zou ik enorm waarderen. Kan ik meer spulletjes voor jullie kopen. Maar ja, ik ga dus weer beginnen met video's maken en zo. We gaan in part 2 zometeen. Of nou, die noem ik dan denk ik gewoon vlog 3. Lijkt me wel beter, denk ik. Goed, jongens. We gaan het even compleet veranderen. Dit is vlog nummer 2. We gaan het dus nou hebben over alle rotzooi. En we gaan het in vlog nummer 3 hebben over The Games. Dus ja, wel jongens. Ik ga het hierbij laten voor vandaag. Ik zet hier onder in de beschrijving links naar Dit is een Gaming kanaal en Fumbling TV. Subscribe even naar hun. Laat likes achter op een video. Subscribe ook even naar mij natuurlijk. Want subscriben helpt echt enorm. En likes achterlaten ook. Gewoon als je deze video hebt gekeken. Vind je hem leuk? Like. Gewoon. Het doet meer dan je denkt. Dus alleen maar zo'n klein rot knopje te drukken. Het doet zo ontzettend veel. Want mijn kanaal groeit daardoor. En hoe meer mijn kanaal groeit, hoe meer video's ik voor jullie ga maken. Want dan heb ik support en zo. En natuurlijk zijn jullie allemaal geweldige fans en zo. En plaats ook gewoon allemaal comments, jongens. Gewoon onder die video van mijn toetsenbord heb ik, of na één video heb ik gezegd, jongens, laat comments achter als je hier iets van vindt. En doe dat hier ook gewoon bij. Vind je deze video goed, zeg het. Vind je deze video niet goed, zeg het ook. Maar als je deze video niet goed vindt, zeg dan ook wat je niet goed vindt. Dus als je een dislike achterlaat, zeg dan ook waarom je een dislike achterlaat. Dan kom dan alsjeblieft met een goede reden. En die bijvoorbeeld, ja, ik vind de video niet goed, want dat is geen reden. Maar goed, jongens, ik ga dus hierbij laten voor vandaag. En er staat ook nog, by the way, een link naar mijn marktplaatsje onderin in de beschrijving. Waar je mijn blouse normaal kunt kopen. Het is helemaal goed. Hij zit in de doos, boekjes, alles zit erbij. Dus ja, dat beloof ik jullie. En wat ik ook nog ga doen is, ik laat ook nog even een link achter naar mijn Twitter. Volg mij daarop, jongens. Er staat ook wel zo'n fancy dingetje hierboven in de beschrijving. Of nou, hierboven in de video van mijn Twitter. Dus volg mij er even op, denk ik. Dus ja, dan ga ik misschien ook wel werken dat je kunt switchen tussen de vorige episode en de episode die daarvoor, die daarop volgt, zeg maar. Weet je wel, bijvoorbeeld rechtsbovenin. Een annotatie voor de volgende episode. En links eentje die naar de andere episode gaat. Dus dan moet ik nog even kijken. Maar misschien doe ik dat wel eens wel heel veel werk. Maar oké, het zal wel. En ja, mijn video's zijn niet full HD, heb ik ontdekt. Omdat dit zo'n scheidmonitor is. Hij is 21,5 inch, hij is niet full HD. Dus ja, als ik die andere eenmaal heb, dan ja, dan worden mijn video's ook beter. Want wel, ik vroeg mij al af. Ik heb een beest van een fucking grafische kaart hierin. En dus Joris met zijn medio PC heeft nog meer betere kwaliteit dan mij. En dat komt omdat wel, er zit ook wel een GT in GeForce 650 in. Maar gewoon, mijn grafische kaart is hoger. Dus hoor ik iets betere kwaliteit hebben. Of in ieder geval hetzelfde, dat heb ik niet. Maar dat komt dus op mijn monitor, jongens. Dus dat wordt aangewerkt, daar wordt aan gewerkt. Heel veel technische problemen op dit moment. Maar goed, hier hebben we dus allemaal fancy toetsenbanden en zo, dus ga ik terugbrengen naar de Mediamarkt. Maar ja, jongens, check gewoon even de beschrijving. Alles staat er wel in wat je moet weten. Dus ja, tot volgende keer. Bedankt voor het kijken. Laat een like achter. Het helpt enorm gewoon. Gewoon mensen, laat likes achter. En subscribe en comment natuurlijk. Jullie zijn gewoon zo geweldig. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. En als jullie suggesties hebben voor games, jongens, die niet echt te veel geld kosten, gewoon random kleine flashplayer games, dan laat het even echt in de comments, ja? Maar goed, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Check die kanalen. En ik zie jullie de volgende keer weer bij meer Shadow Games 320 vlogs. Later mensen.